Steven Seyssens, vandaag hier in Alken, beslissende match voor jullie, voor het behoud, voor RWDM Gouws eventuele promotie. Het was heel spannend, denk ik, hè, langs beide kanten. Ja, het was heel, heel spannend. Ja. Dus, wij hebben ook heel last gehad van de zenuwen. Het was weer een kans dat we weer hadden voor ons behoud te behalen. Dus ja, bij de meisjes is dat dan, komt er heel veel stress bij. Maar er was wel wil en geloof dat het zeker wel goed zou komen. En dat heeft ons uiteindelijk wel over de streep getrokken. Dus zijn wij de coolste en de kalmste gebleven bij de penalties. We hebben het via de penalties dan toch gepakt waar we recht op hebben, waar we vinden dat we recht op hebben. Maar sowieso heel veel respect voor de tegenstander, want die hebben het ons enorm moeilijk gemaakt. Dus ja, ik kan er alleen maar heel veel respect voor hebben. Maar er kan één de winnaar zijn en dat ben ik niet gelukkig. Dus met mijn team. Dus mijn team heeft er heel hard voor gewerkt. Dus ik ben er heel blij mee. En heel, vooral voor het team, voor de club. Ik vind dat wel. Ja, is niet makkelijk, denk ik. Hè? Als je zo'n half seizoen speelt tegen de degradatie, dan 13e wordt, dan nog moet eindronde matchen spelen. En dan uiteindelijk nog, wat is het eind van het jaar, terwijl dat iedereen al gestopt is, ja, nog deze match moet afgaan. Ja, ik ben hier eind december ben ik hier aangekomen bij de club. Dus ja, hadden ze 13 punten. Ik denk derde of vierde laatste op dat moment ook al. Dus het was toen al, ja, al warm eigenlijk. Dat is niet makkelijk om in een team te komen, omdat dan een beetje naar je hand te gaan beginnen te zetten. Dus we hebben, ja, heel veel watertjes moeten doorzwemmen. We hebben hard moeten trainen, hard moeten werken. Maar dus elke week zag je stappen zetten. En ja, we hebben eigenlijk al onze thuiswedstrijden gewonnen. Wat dan eigenlijk bevestigde dat wij wel kwaliteit hebben. En zeker al thuis hoorden in Eerste Nationaal. Omdat wij zowel die op derde staan in de rangschikking daar zelfs vlot tegen kunnen winnen. Als je met de rust soms 4 doelpunten voor staat. Ja, dan is er wel kwaliteit in de ploeg. Het is alleen maar via consistentie, dat is eigenlijk vooral. En ja, de zenuwen in die wedstrijd, dat je iets kunt doen, dat we daar net niet goed genoeg deden. Waar we eigenlijk tot op laatste moeten vechten. Maar ja, wij zijn erin blijven geloven. En mijn meisjes hebben daar heel hard voor moeten trainen, heel veel voor moeten opofferen. En daar kan ik alleen maar als trainer heel content voor zijn dat ze dat tot een goed eind gebracht hebben. Dus ik ben heel blij. Ja, en nu op naar een nieuw seizoen in de eerste klasse. Hoe kijk je er naar uit al? Oh, ik ga nu even een paar dagen laten bezinken. Ik denk bij de meisjes dat ook wel heel belangrijk is dat ze dus even heel die stress, want het is een heel jaar eigenlijk geweest dat er, ja, op het tippen van de tenen misschien moeten gaan lopen. Dus ik denk wel heel veel nodig is om rust te nemen, dat er even de kopjes volledig worden leeggemaakt en dat ze dan stilletjes aan de voorbereiding gaan beginnen. En dan ik denk van volgende week ga ik terug aan de slag moeten gaan om de voorbereidingsprogramma en zo mee te geven en volgend jaar te werken. Dus er is zeker nog heel veel werk te doen voor volgend jaar. Oké, okay, en dikke proficiat en alweer succes voor het volgend jaar ook. Goed, dank u wel.